Vandaag ga ik samen met Kaak, mijn beste maat, en Mees, mijn tweede beste maat, naar golven. Oh ja, welkom. We gaan minigolven vandaag. Denk Don. Wees en ik weten wat we gaan doen. Ja. Oh nee. Het is niet midget golf. Nee, daar was ik al bang voor. Het lijkt op golf. Wat gaan we doen dan? Boerengolf. Oh nee. Joh, wat sick. Ze maken hier eigen kaas. Weet jij waarom het rijproces van een kaas zo ongelooflijk belangrijk is? Nee. Ik ook niet. Kijk nou. Allemaal oud Nederlandse klederdracht ook en zo. Herinner je hier wat van uit je jeugd? Ik herinner hier maar heel weinig van. Elisabeth weet het nog wel hoor, allemaal. Je bent echt een klootzak. Vindt u het goed om erop te gaan? Ja, maar zeg maar, moet je wel je zeggen. Ja, want volgens mij is deze mevrouw niet zo oud hoor. Ik heb gewoon geleerd om als onbekende mensen ontmoet, moet ik u zeggen. Dit is 25 jaar? Ja, precies. 25? Ja. Oh, dit is goed werken. Nou, we zijn ready. Hebben jullie ooit klompen aangehad? Ja, natuurlijk. Ja, oké. Okay. Ja, logisch. Lopen naar het weiland? Ja, goed. Ja, het weiland. Ik kan niet wachten. Zo. Je hoort wel zo luid. Klok, 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 klok. Oh, ik voel me net een beetje een koe nu of zo. Oh, er is ook een koe daar, bro. Komen we door de koeien heen of mogen we hier langs? Ja, je mag langs de koeien heen. Echt? Ja. Cool. Ja. Dat is echt cool. Waar je wel rekening mee moet houden, is dat je dus echt wel afstand houdt van de koeien. Ja, oké. Okay. Want ze zijn natuurlijk, de moeders zijn heel zorgzaam voor hun kindjes. Niet. Precies. Ja, ja, bedoel ik. Ja. Je kent moeders. Ja, ik heb er ook één. Ik ook. Ja. We hebben dus nummer 1 Kaak. Met team Triest. Kaak, ga je gang. Waar sla je heen, joh? Ja, naar hol 1, lul. Zie je toch? Ja, precies. Zo, de ding! Mijn reactie vloog in slijm! Nee, ben je hoppakee. Ja, nu is het niet lekker voor de camera. Heb je nog nooit met een filmcamera gewerkt? Bro, zo? Ja, je had ik hem toch of niet? Vol je van had mijn toch, shot. Of had je hem? Nee, je stond ervoor. Ik stond ervoor. Doe hem even opnieuw. Hey, hoe ga ik dat opnieuw doen? Doe even opnieuw, gast. Hoe ga ik dat opnieuw doen? Ja, bro, sorry, bro. Die klompen, bro. Oh, mijn god. Oh, wat een kut idee ook weer. Oh. Zo beperkt. Oh mijn god. Mees, ik golf wel eens diks. Nee, ik ga die borg niet betalen. Ik betaal helemaal niks hier. Okay. Ik hoor alleen maar gezoem bij me, Rob. Is op. Ja, bro. Ga even die bal. Ze denken dat je een koe bent. Zit hier een sloot of niet? Ja, zoiets. Hoe gaan wij Ria vertellen dat we een bal kwijt zijn? Nou, dat ik een bal ben kwijt ga. Dan gaat die boer dit maaien en dan in één keer is het druk zo. Al het plastic van die bal. Nou, dat is toch weer raar. Dat vind ik alweer raar. Dat vond ik ook een beetje frappant. Dat vind ik alweer raar. Kijk nou uit, dan zijn we nou weer een bal kwijt. Ik wil Ria al niet meer onder ogen komen. Nee, bro. Ja, die andere bal is ook weg. Bro, hoe gaan we die bal halen? Oh, kut. Kut. Doe die andere bal. Dit tegenaan weer. Oké. Okay. Schiet hem deze kant op met die andere bal. Eén bal in het maïsveld. Eén bal in een buis. Gaat allemaal niet volgens plan dit. Zo! Zo! Mees, kijk omhoog! Omhoog! Oh mijn god, wat gebeurt hier? Help! Nog één! Nog één! Wie
gaat het vertellen tegen Ria? Dat we de ballen kwijt zijn. Ja, ik vertel het wel. Ja, ga jij het vertellen? Ja. Ja, moet je wel even je capuchon afdoen, anders lijkt het een crimineel. Ik vertel. Doe maar weer op, want je lijkt nu nog erg een crimineel. Hou je vinger er tegenaan en doe dit. Hij deed niks. Doe dan. Nee. Ik zweer het je. Ik fok niet met je. Ik zei het toch? Ja, hij sloot hier wat dingen aan stond. Jij dacht dat we gingen midget golfen, maar je had een witte broek mee. Kijken. Is niet heel handig, hè, bro? Is kashmir, hè? Is het kashmir? Ja, wie gaat er betalen voor die stomerijkosten, hè? Ja. Zijn geen geintjes, hè? Nee, ja, gewoon echt wat harder werken, bro. Meer vragen voor donaties. Oh, wat heb je een moeilijk leven. Kom maar meer doneren, hype trainen. Ik vraag nooit om donaties. Nee. Daarom krijg je zoveel, natuurlijk. Ja, dat is allemaal zomaar. Gewoon gunfactor, bro. Ik ben gewoon niet de broer van. Nou. Oh, jeetje. Maar je bent wel de vriend van. Ja. Ready for midget golf binnen. Lekker man. Let's go. Lekker man. Let's go. Lekker man. Let's go. Dat heet Birol. Birol. Oh, dit is echt een super sikke baan, bro. Je moet dit met gevoel doen. Ik krijg hem er wel in, hoor. We spelen allemaal niet serieus, man. Doe daar nu erin. Hij zit erin of niet? Oh ja, ouwe. Oh my god. Hey, trickshot, alles vriend. Let's go. Bro, no fucking way. Wat? Ik zou daar echt weg gaan als ik. Waarom? Zij. Stel je probeert het, dat lukt nog niet, Joost. Het is ziek zielig. Gast. 8 keer of zo. Gasten zitten echt letterlijk naast. Weg met de camera. Weg ermee. Of moeten Ria nog steeds vertellen dat we alle ballen zijn kwijt? Ja, Ria is nog steeds niet hier in ons vizier. Kom, we gaan naar Ria, bro. Je weet toch, ik ben nu nog... Oh, we hebben ook nog maar 25 minuten. Dus we moeten echt weg. We hebben nog maar 3 uur. Ja, want hierna is namelijk een bruiloft of zo. Dus. Maar het zou toch kut zijn als die bruiloft ook allemaal kinderen mee hebben. En dat ze dan Milan Knol zien en dat het jouw bruiloft is en dat het uiteindelijk weer om hem draait. Ja, we zijn dus klaar. Ja. Dus dankjewel voor de gastvrijheid. Voor alles. Dat was positieve ervaring. Ik denk dat de kijkers het ook heel leuk gaan vinden. Dus dat is ook heel belangrijk. Dus shout-out naar jullie. We zijn alle ballen kwijt. En we hebben gewoon genoten. Ik wist wel een stukje kaas. Ja, het werkt. Het werkt wel. Ah, hallo. Stukje wat er ligt is goed hoor, misschien wel. Deze? Ja hoor. Ja? Mag ik een knoflook kaas? Echt van mij. Ja, echt? Voor je verjaardag, ja. Dat ligt van je. Ja. Een knoflook kaas van Donald op verjaardag. Ja. Heb je de mensen nog niet verteld? Ik heb je nog meer cadeaus gegeven, hè? Voordat iedereen bedenkt dat ik... Nee, ik heb niks gekregen van je. Oh ja. De knoflookkaas. Ik ben echt enorm benieuwd. Hij ruikt lekker. Ja. Hij ruikt wel lekker. Oh ja. Yeah. Het is niet vies, maar ik ben er niet zo over. Ik ben er geen fan van. De nasmaak is een beetje... De nasmaak is echt heel fijn. De nasmaak inderdaad. Ja, ja. Die is heel naar. Ik zou het niet doen. Oh! Nope.
Oh, doe maar even wat anders eten nu. Oh, mondje open, dan komt de vliegtuig aan.